Waarom ga je niet buiten leggen? Ga mee naar buiten toe. Ons meisje ligt ook buiten. Hé, daar ligt ons meisje. Waarom ga jij nou hier leggen? Moet je niet naar buiten? Moet je niet naar buiten? Het is zo mooi weer. Hé, knuffel. Ja, en je krijgt een knuffel van tante Chrissy. Ja, daar zijn we geweest. Ja, daar is vrouwtje even geweest. Ja, en dan waren we dus thuis, lieve vrienden. Ik heb mijn booster klaarstaan voor vanavond. Ik heb roosjes gekocht. Eentje voor hier op tafel. Bij mijn mannetje. En mijn schoonmoedertje. Ja, en daar staan twee bossen in de emmer. Eentje voor Chrissy, eentje voor mij. Voor bij de dodenherdenking vanavond. Ja, en daar gaan jullie ook weer mee naartoe. Ik heb de GoPro weer aan de oplader leggen. Dus ja, straks mijn telefoon nog. En deze nog even aan de lader. En dan zullen we weer zien wat de dag verder ons brengen zal. Het is nou 3 uur geweest. Precies, er zijn 3:10. Er is een vlog klaar, dus die ga ik naar YouTube brengen. Maar ik ga eerst even een bakje koffie brengen. Maken. Brengen, ja hoor. Ik weer. Dus ja, en ik heb het warm. Van het heen en weer gelopen, want ik ben eerst even druk bezig geweest. Voordat ik weer de camera ter hand nam. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet nog van het prachtige mooie weer. Ga ik ook doen. Doei, doei. Namens de Koninklijke Marine, kapitein-luitenant ter zee Takes en luitenant ter zee der eerste klasse Zweretse. Hun namen in marmer gegraveerd, opdat zij niet zullen worden vergeten. Namens de familie Groot en namens de stichting Herdenkingstenen Den Helder worden bloemen gelegd. Namens de stichting 4 en 5 mei Den Helder. Thank you.
namens de Stichting Herdenking 15 augustus. Namens de Heldense schooljeugd, de leerlingen van het Lyceum aan Zee. Namens de Raad van Kerken in Den Helder, mevrouw Weiling de Vries. Namens het Apostolisch Genootschap. Bijna leeg.
Zij lezen een gedicht die een van hun opa's tijdens de oorlog heeft gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef mijn overgrootvader een gedicht voor een vriend. Wij lezen een aantal fragmenten uit dit gedicht voor. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, in benauwde veewagens, die vuile steenkokken, met een lach en een traan, keken we nog eens om naar Sjaan, die ons zeide, goeiedag, en Til, die ziek op bed lag. Luchtigjes praten wij erover. Huilen deden we niet, want dat stond voor mannen zo raar. In het belastinggebouw, daar voelden we reeds de dwang. Tezaam, doch zo alleen met onze gedachten, vertrokken eindelijk wij om kort over achten. Door tunnel en Rotterdam-Zuid, de bewoners luiden toegejuicht. Om moedig en vastberaden te zijn, ons te laten niet klein. Naar Krevelt konden wij gaan, om te werken aan de ijzerbaan. Daar in het lager aangekomen, vervlogen spoedig onze hoopvolle dromen. Het leven werd als in de hel, die kamer werd een cel. 'S Morgens om 5 uur was het appel, je bed uit, je wassen, heel snel. En aangekomen op de baan, konden we nog een uurtje in de kou blijven staan. Elk ogenblik kon de kreet weer klinken, jabo's en dan zag je ze reeds blinken. Daarboven in de lucht, die vogels die nader kwamen, zinder gerucht. Langs de spoorbaan in het gras weggedoken, werd er geen woord gesproken. Klonk in onze binnenste de stille beden, kom alsjeblieft niet naar beneden. Als dan ons gebed niet werd verhoord en de stilte werd verstoord, door het gehate rikketikketik, enkele van ons zakten in elkaar zonder snik. Konden wij weer verder gaan, hij moest immers vertig de baan. Dat waren angstige uren, die wij daar moesten verduren. Toen op zekere dag, die verschrikkelijke dag, van bommen op ons neder, in dat verre koude weder. Jij lag buiten in de sneeuw, voor de uitvilling deze eeuw. Ik op de gang in een barak. Als een lam, zo klein en mak. Wij hadden weer geluk, ons lager. Dat was helemaal stuk. 4.265 bommen in 7 minuten tijd. Jongen, dat was geen kleinigheid. Toen kwam weer het gerucht. Als was het gegrepen uit de lucht. Het lag bestorven in ieders mond. De geallieerden zijn doorgebroken aan het westelijk front. Het werkt als een verlamming. Die ondraaglijke spanning. 2 dagen en 3 nachten hebben we ons verborgen en zitten wachten. Toen kwam daar de bevrijding. Wat er toen in ons omging, is met geen pen te beschrijven. We trilden over onze lijven. Lang hebben we elkaar eens aangekeken. Zonder woorden hebben we begrepen. Wat onze mond niet zeggen wou. Hoe zou het thuis zijn met de vrouw? Weet je nog, dat plaatsje aan de grens? Dat je je eigen weer voelde, een beetje als mens. De eerste snede witte brood, ik zal het onthouden tot aan mijn dood. De eerste sigaret, een Amerikaan. We lieten de rook tot diep in onze longen gaan. Toen het eerste bad, na 30 dagen. God, we stonden elkaar als kleine jongens met water te plagen. Naar Heerlen, de Molenberg was toen je gedachte. Ook al was je haast aan het einde van je krachten. Naar Rotterdam, onze stad. Die zoveel te verduren had. 4 mei, jouw verjaardag, die je voor het eerst niet thuis vieren mag. Heb ik weet niet waartoe gedreven, dit nog eens in mezelf beleefd en opgeschreven. Wil dit aannemen van mij als geschenk, als je later thuis op je gemak nog eens daaraan denk. Dat je dit is gegeven, voor een vriend, niet voor even, maar een voor je ganse leven. Rinus. Graag uw aandacht voor de burgemeester van Den Helder, de heer Schuiling.
Straks zijn we 2 minuten stil. Waar denk je dan aan? Ik weet nog niet waar ik aan zal denken. Ik hoor meestal de vogels, maar mooier omdat het stil is. En soms dwarrelen de woorden van een gedicht zojuist voorgedragen nog door mijn hoofd. En ik voel hoe die 2 minuten mij elk jaar meer aangrijpen. Woorden als onderdrukking, verschrikkingen, oorlog, vervolging zijn te groot voor mij. Ik bedoel, ik heb geen oorlog meegemaakt en kan er hoogstens een voorstelling van maken. Maar ik probeer het niet eens, want daarvoor is het te erg. Dat weet ik wel uit de verhalen die zijn verteld. En die me verteld worden door mensen die net uit de oorlog komen. Ik voel dat ik niet eerbiedig genoeg kan zijn. En daarom zwijgen we. En zijn we stil. Stilte geeft ruimte. Dan kan iemand iets vertellen. Dan kun je je gedachten laten gaan. En als je stil bent met andere mensen, voel je je verbonden met elkaar. En nu ik wat ouder word, ervaar ik steeds intenser hoe broos het leven is. En ook hoe betekenisvol en kostbaar het leven van de ene mens in het leven van een ander mens kan zijn. En hoeveel pijn het doet en hoeveel verdriet het kost als het wordt afgesneden. En dat gaat in een oorlog maar door en door. Dag na dag wordt leven afgesneden en gaan verbindingen tussen mensen kapot. En daarom grijpen die 2 kleine minuten me steeds weer naar de keel. Dat medemensen zo geleden hebben en lijden. En dat andere mensen dat doen. Ongelooflijk en niet in je hoofd te bevatten. Maar, kijk eens om je heen. We staan hier bij elkaar. Verbonden op deze plek, bedoeld om stil te staan bij iedereen die lijdt in een oorlog. Wij zijn blanke en donkere mensen. En toch staan we naast elkaar. We zijn jong met dromen over wat we willen worden. We zijn ouders die hopen dat onze kinderen in vrijheid alle kansen krijgen om gelukkig te worden. Naast elkaar. We zijn de oude mensen die kunnen terugzien op een mooi leven en de toekomst niet vrezen. Tussen andere oude, jonge, blanke en donkere mensen. Wel of niet gelovig. We kunnen straks zonder dat we hoeven om te kijken naar huis. We kunnen slapen zonder angstig te zijn over het lot van mensen van wie we houden. We zijn veilig bij elkaar. En als het even onveilig is, blijkt de politie onze vriend. En als het land in gevaar is, zal het worden verdedigd door een leger dat nimmer de wapens op ons zal richten. Waar ter wereld is dat eigenlijk gewoon? We staan voor het gebouw waar een krant wordt gemaakt. Journalisten kunnen schrijven wat ze willen. En ze doen dat ook, zonder opgepakt te worden en in een cel te belanden. Op een paar uur vliegen van hier is dat al bijzonder. Zoals het bijzonder is dat we alles kunnen lezen wat we willen. In dit land kun je homo zijn en toch brandweerman, politieagent, treinmachinist of burgemeester worden. Kun je invalide zijn en werk krijgen zonder weggestopt te worden. Kun je op de en mensen die hun leven met eigen waarden en normen vormgeven, een krans, naast elkaar. We leggen samen kransen en bloemen. Niet omdat het moet van iemand, maar in alle vrijheid.
En dat is heel bijzonder. En dat ontroert me altijd, die 2 minuten. Hoe kwetsbaar we zijn als mens en dat we dit samen kunnen doen. Dat we er in dit land niet op uit zijn iemand kapot te maken. Zo krijgt vrijheid een gezicht. Het gezicht van jullie. Ik, wij, hebben die grote woorden niet nodig. Maak het maar persoonlijk. En kijk naar de man, de vrouw, de kinderen die naast je staan. Stel je toch voor dat we dat niet konden doen. In wat voor wereld leefden we dan? Maar Koen, of burgemeester, zeg je misschien, dat zijn toch veel te veel gedachten om in die 2 minuutjes te stoppen. En dat is ook zo. Het is niet van straks, die 2 minuutjes per jaar. Het is iets waar we elke dag wel bij stil mogen staan. Het is iets waar we elke dag blij mee mogen zijn. Omdat het heel bijzonder is. En broos. En kostbaar. Vol eerbied voor hen die dat voor ons verdedigen. En of we daarna leven, is iets wat we ons misschien straks die 2 minuutjes af mogen vragen. Luisterend naar de vogels en de stem die onze maat, onze vrijheid en elkaar liefde hebben. Namens de Koninklijke Marine, kapitein-luitenant ter zee Takes en luitenant ter zee der eerste klasse Zweretsen. Namen in marmer gegraveerd, opdat zij niet zullen worden vergeten. Namens de familie Groot en namens de stichting Herdenkingsstenen den Helder worden bloemen gelegd. Namens de stichting 4 en 5 mei Den Helder. Thank you.
namens de Stichting Herdenking 15 augustus. Namens de Helderse schooljeugd, de leerlingen van het Lyceum aan Zee. Namens de Raad van Kerken in Den Helder, mevrouw Weiling de Vries. Namens het Apostolisch Genootschap.
leun. Ik heb in ieder geval voor jou al last. Thuis, hè? Ja. We hebben al koffie achter de kiezen en een koek. Ja. Ja, lieve vrienden, we waren weer thuis van een indrukwekkende avond. Ja. En, hoe lang zijn we weg geweest? Een uur? Meer dan een uur? Weet ik veel. Maar in ieder geval, het was zeer indrukwekkend. We hebben jullie meegenomen. Ik heb met deze ook gevlogd. Ja, met deze camera. En daar zit Chrissy. Die had me dus gezellig meegenomen. Hallo allemaal. En ik kan niet zeggen ik heb genoten. Nee, want dan geniet je niet met zoiets. Het is verdrietig. En ik had wel even tranen in mijn ogen. Niet alleen om de mensen die voor ons zijn gevallen. Maar ook de mensen dicht bij ons en die er ook niet meer zijn. Ook voor Cor en mijn mannetje Jack en mijn schoonmoedertje Dini en mijn eigen ouders en mijn pleegbroer en heel veel anderen meer die er niet meer zijn. Ja, doet me wel pijn, maar het was toch ook weer heel mooi. Dankjewel, lieve Chrissy. Is goed, meisje. Graag gedaan. Dan gaan we nu weer verder met de orde van de avond. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond verder. En voor later op de avond wel rusten, lekker slapen, mooie dromen en gezond weer op. Dus tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!